Yo, wat is up mensen? Nieuwk hier. Wow, dit is... Wow, lag. Holy fuck. Oh, dikke lag. Oké. Wacht. We zijn op een nieuwe Slender map. Dat hadden jullie al door. Neem ik aan. En ja, dat is leuk, want het is een nieuwe Slender map. Aan de andere kant, het was eigenlijk gepland om vandaag een Minecraft episode te uploaden, maar het renderroute een beetje vreemd en ik vind het ook leuk, want ik kwam uit school en toen zag ik dat er een nieuwe Slender map was. En daar was ik best wel blij mee, want ik heb echt wel zin om een nieuwe map te gaan spelen. Ik vind het echt leuk om gewoon steeds nieuwe maps te spelen. En blijft het spel gewoon niet eentonig, dat is echt leuk. Oké, maar we zijn aangekomen in de gevangenis. Zonder gevangenen. Dat is wel... dat wist ik helemaal niet. Dat je met je rechtermuisknop... Hey, kan iemand dit lezen? Ik kan het namelijk niet. En de map waar ik nog het meest naar uitkijk, dat is Carnival. Die komt eerst ook uit. Dat lijkt me wel een leuke map. Maar dat zien we dan allemaal wel weer. Voorlopig vind ik hier nog een enkel blaadje. Dat is een beetje balen. Maar zolang Slender me nog niet opduikt, vind ik het allemaal best. Even kijken of hier wel iets kunnen vinden. Dat lijkt me toch wel. Of de map moet echt zo groot zijn dat ik een uur moet zoeken naar een blaadje. Maar dat zal niet. Het ziet er wel iets anders uit dan de vorige Slenders. Dat is wel op zich wel leuk. Even kijken. Kom op. Wat? Ging dat licht dan aan? Dat vind ik maar niks. Ik vind het best wel een creepy sfeer. Het is echt een beetje, ik weet niet. Amper geluid, alleen de geluid van een paar voetstapjes. Slender die nergens te vinden is, geen enkel blaadje die te vinden is. Echt fantastisch dit, volgens mij begin ik hier net. Ben ik hier net begonnen, of niet? Nee niet, dat was ergens anders. Oh jongen, als die Slender zo meteen komt, ik krijg mijn hart verzakken, dat weet ik nu al. En ik las net trouwens in de, voordat het spel begon, las ik dat als je ging sprinten, dat dat ding dan weet waar je bent. Dat wist ik niet. Ik weet ook niet dat het bij alle maps zo is, maar ik wist niet dat als je ging sprinten, dat je dan, gedetect werd door Slender. Ik weet wel dat ik al 10 jaar best wel om één blaadje te vinden. Dit wordt wat, jongens. Dit gaat echt wat worden. Het is gewoon een gevangenis. Het is gewoon... Is dat een key? Of is dat een blaadje? Oh, we moeten foto's vinden. Vandaar dat ik geen blaadje zag. Kut, daar heb ik helemaal niet op gelet. Fucking hell. Motherfucking... Wow, yo. Sorry, ik gaf mijn kat bijna een trap. Van het schrikken. What the fuck was dat? Bedankt Slender, echt fantastisch dat je mijn hartverzakkingen bezorgt. Echt geweldig. Geweldig. Oh, kijk, hier ligt een foto gewoon. Dan ben ik net toch gewoon langs gelopen. Fuck, we kunnen gewoon net zo goed al die dingetjes weer opnieuw gaan doen. En nee, ga weg. Ga heen. Ga een leven zoeken. Ga een fucking leven. Ga weg. Ik vind je niet lief. Wat? Weg. Hij is wel strak in pak vandaag. Kut, nu weet hij natuurlijk. Ah nee. Waar is die flikker? Staat hij er nog niet nog steeds, hè? Het zal wel. Wow, yo. Ik ben nog nooit zo hard geschrokken van Slender, jongen. Wat? Ik ga even toiletteren. Oké. Wat? Oké. Dat was wel een interessante toiletbezoek. The fuck is dit? Oké, jongens, bier back. Oké, we zijn weer terug. Dat toiletbezoek ging niet heel flexibel. Dat hadden jullie wel in de gaten, denk ik.
Kut wc. Ja, jij. Fuck you. Serieus. Hoe de fuck kan je nou door de grond vallen als je naar de wc toe gaat? Ben ik even blij dat het gebeurt als je het gewoon in het echt doet. Dat zou best wel lullig zijn. Vind ik. Alleen het leuke is nu wel dat we weer helemaal bij nul pagina zijn. Dat is wel fijn. En ja. Ik heb echt geen geduld om te gaan lopen, weet je dat? Echt gewoon niet. 0,0 geduld bij het lopen. Kut zo, mijn ouders zijn thuis. Weet ik om mijn moeder niet binnen zo, want dan word ik gek. Nou, misschien jullie ook kennis maken met mijn moeder, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, jongens. Waarom niet? Moet ik nou eens op al die bergen gaan kijken of daar een foto op ligt? Het is wel erg stil, vind ik. En het is best wel vervelend. Die komt echt op een heel vervelend moment. Dat is niet lief van onze Slenderman. Of die ligt sowieso een blaadje. Dat kan niet anders. In de keuken. Kijk, hoppa. I'll be there in a heartbeat. Oh. Summer paradise, baby. I'll be there in a heartbeat. Yeah. Ik zing best wel mooi. Vind ik zelf. Nee, dat vind ik inderdaad niet. Ik heb echt de neiging om gewoon vol die shift toets in te drukken, weet je. Het werkt gewoon nu net als een gaspedaal bij een auto. Gewoon, je hebt zin om hem vol in te trappen. Ligt aan mij, of is deze gevangenis echt immens groot? Nu die rare Japanse tekst hier. Dit, what the fuck is dit allemaal? Plaatje, 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 plaatje. Yeah, yeah. Hey, wow, 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 wow. Wow. The fuck? The fuck? Nou jongens, dit is een verbetering van ons record. Slechts was het nog toen 6 van 8, nu 3 van 8. Dus ja, dat hebben we goed gedaan. In negatieve zin. Ja. Oké, okay, maar dat is voor deze EP. Hij deed ook een keer en nu deze waardeloze prestatie. Het is echt een hele mooie episode. Maar ik ben wel lekker geschrokken en ik denk dat jullie daarom kijken. En ik laat jullie nog even mijn kat zien die onder mijn schrikken moest lijden. Sorry Sim. Wil je nog iets zeggen tegen de trouwe kijkers? Nee. Oké, okay, maar ik hou hem even zo, want anders is het kut meer om me op te hangen. Oké, okay, maar bedankt voor het kijken jongens. Morgen dus Eripni Parcours serie. EP 3. Dan gaan we weer verder. Zonder kaktussen. Of met kaktussen. Nee, met kaktussen zelfs. Dus ja, gewoon, dat beloof ik iets heel leuks gaan worden. Tot morgen jongens. Bedankt voor het kijken. Peace.